Yo guys, van Game met Max. Welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben heel snel opname gestart, omdat ik op bezoek ging bij iemand uit de prison. Ik moest mijn golden apple net inleveren, omdat dat verboden items zijn. Alleen de verhoorkamers zijn dus blijkbaar hier, dus ik kom niet zo heel veel te zien. Ik dacht, misschien, ik ga mijn opname starten, misschien kom ik wel wat dingen te zien. Ik heb gezegd dat ik gewoon Coco wil spreken, die ken ik toevallig, dus dat is wel grappig. Alleen, hun komen dan helemaal vanaf daar. En ik kan hem spullen smokkelen hierin, denk ik. Ik weet niet. Ik kan denk dingen naar binnen smokkelen. Ja, ik start even snel wie gaat. Oh, die is die opname. Omdat ik gewoon even hier binnenkwam. Ik zat net trouwens vast. Ik was even bij de muur een rondje gelopen. Maar je kan nergens echt inbreken. Dus dat heb ik al bekeken. En ja, je kan niet veel meer zien. Dus heb ik maar geprobeerd op bezoek te komen bij iemand. Nou. Hij gaat als het goed is gewoon Coco halen. Ik ben nu in het wachten namelijk. Dus ik weet ook eigenlijk niet. Misschien kunnen we dingen erin smokkelen. Hij heeft nou wel mijn golden apple ingenomen. Dat is wel jammer. Misschien de volgende keer kan ik een elytra zo geven aan diegene hier binnen. Kan die misschien eruit vliegen? Ik weet het niet. Zo, ik was net heel even op de buitenplaats gelopen. Had ik even gezien. Want ik moest terug. Want de boot was ineens verplaatst. En dat er een update was. Dus toen was ik even op een ander stukje, maar ja, daar viel ook niet heel veel te zien eigenlijk. Ik hoop dat hij snel terugkomt, want ik heb hier geen uur tijd. Ik weet niet, waar zijn die gevangenen überhaupt? Ik heb eigenlijk geen idee zeg. Is hij nog wel online? Ja, hij is nog wel online. Ik heb het tegen hem gezegd op Skype. En anders wil ik op bezoek bij Tissje Hond of Tissje SP. Dat is ook wel grappig. Nou. Als het goed is gaan ze nou halen. Hij zegt is het goed op Skype. Nou, als het goed is komen ze nou aan. Nou moet ik nog wel even wachten. In ieder geval mensen, like als je meer wil zien van Prison. En dan gaan we meer dingen in de Prison doen. Ondertussen word ik allemaal ondergespamd op TeamSpeak. Dat is niet de bedoeling. Ho 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 ho. En zijn er nog steeds niet. Jongen, het duurt wel lang als je iemand wil spreken. Waarschijnlijk moeten we helemaal controleren. Ik weet niet, worden ze hier gefouilleerd? Ik denk het eigenlijk wel. Ik hoop het volgens mij. Ik was net wel buiten de muur. Ik zag wel één plekje waar je waarschijnlijk met een elytra binnen kan vliegen. Maar dus het plaatje waar je vanaf moet springen is even hoog als, hoe heet het, de muur. Dus als jij een jump neemt, dan vliegt, haal je het misschien. Ik weet het niet zeker. Kun het ooit proberen, dan staan we op de muur. Maar dat misschien een keer later. De vorige video werd goed ontvangen over de prison. Mensen willen meer over de prison te zien komen. Nou, dat durf ik wel aan te wagen. Alleen, ik moet niet opgepakt worden, want dan heb ik een heel groot probleem. Dus dat moeten we eventjes gaan bekijken. De vorige video is echt veel likes. Hopelijk kunnen we deze video ook weer super veel likes krijgen. Oeh, daar zijn ze jongens, daar zijn ze. Hey, Coco, Coco, hey. Coco. Ah shit, hij blijft erbij staan. Ik maak wit, ik zeg. Ik maak video. Je hangt dus wel een camera. Kan ik meepraten? Ik maak een channel. WW11. Coco komt meepraten. Ik maak even snel een channel. Oh. Zo, ik heb een channel gemaakt. Nou, kijk of Coco gaat joinen. Mag hij erbij? Zullen we de beveiliger erbij laten? Ja, doe. Prank. Mag ik eigenlijk dingen aan jou geven, Coco? Je moet een soort van stiekem doen, jongen. Ik word nooit meer level 7. Oh, je mikbeukt hem wel een beetje, man. Oh, wacht. Ik zet even een test op je hoofd. Ja. Hier kunnen we dus met mensen spreken. Coco is hier toevallig. Maar hij staat erbij, dus we kunnen niks naar binnen smokkelen. Wel klein hok XD. Hoe gaan we dit doen, mensen? Hoe gaan we dit doen? FTS gestart. Groot is boven. En daar mag ik niet. Ik wil daar. Dit is veel te klein. Ik wil naar boven, we willen meer zien. Oké, hij restart TS.
Oké. Waarschijnlijk als hij daar buiten komt, kunnen we het proberen. Nou, Coco. Ja, nou is goed. Oké, we gaan naar de grote verhoorkamer. Oké, zeg, oké, kom. Ah shit, wacht, ren terug. Oké, ren naar buiten, ren terug, oké? Ja. Zo, snel. Ja, pak op. Oké, hoe komen we daar? Heeft hij het gezien? Waar moet ik heen? Jongens, hebben we nou uw spullen de prison in? Shit. Ik denk dat hij het gezien heeft. Shit. Ik heet snel mijn loon. Kut, hij heeft het gezien, denk ik. Hoe kom ik daar? Oh nee. Ja? Ah nee, dadelijk moet ik vast. Dat is een beetje van level 8. Wat zijn we aan het doen? Op gesprek. Gevangenen spullen geven. Oh. Hij zei, mag ik wat eten, ik zei. Geef maar terug. Ah nee. Ah man. Hij zag het. Dat is me niet verteld. Kut, jongen, ik ben terug, jongen. Oh mijn god. Wat is echt kut, jongen. Kan het even snel? Moet zo naar opname. Oh shit, we zitten vast. Zit je ook vast? Ik denk dat ik vast moet zitten. Oh, is no, oh ik zit op een kantoortje. Waarschijnlijk dat je moet betalen. Waarom geven we eten aan gevangenen? Weet. Ja, hij vraagt eten, XD. Die gast heeft me niks gezegd. Dat dat niet mocht. En waarom geen eten? Die gast heeft. Oh. Ah man! Je mag niet eens buiten spelen. U mag alleen praten. Ja. Dat zei die niet. Maar. Dan. Zeg gewoon dat ik zei dat ik echt super slecht eten. Okay. Zeg gewoon dat. Zo gaat mijn fitheid omlaag. Ik zei. Oh, beter mogen we eruit, mensen. Beter mogen we eruit. Oh! Ik zit weer fucking vast. Maar, dan weet ik dat. Ah, ik moet weer eronder uit, lullen, man. Fuck. Ik moet zo nog meedoen in de opname. Shit. Welke opname moet je doen dan? Oh, en vervolgens zullen uw gesprekken beter worden gecontroleerd. Ja, is goed. Ja, is goed. Yo, ik heb een waarschuwing! Yes, er komt niet vast. Dit is fucking leuk. Yes, mensen. Het was bijna gelukt. Oh, ik ben gepakt op smokkelen. Ik ben gepakt, shit. Wordt je opgepakt, oké. Nee, maar weet. Duidelijk. Ja. Dus als ziek voor gesmokkeld. Ja, maar staan er normaal altijd beveiligers bij? Nee, ja, soms gaan ze even weg. Maar eigenlijk moet je s'avonds nog een keer terugkomen, of was er echt. Oh, gesprek is over, helaas. Helaas. Ik denk dat we wel een superleuke video hebben. Ja. Dat is de titel bijna. Heb me.
vol net. Oké, ik mag eruit. Max, waarom moet ik ooit eens op Rissen doen? Oké, maar... Oh, ik weet het niet. Maar ik peer hem even. Houdoe! Oh, jongens, hier waren we eventjes. Ik dacht, nee, ik moet vastzitten. Max, weet je wat ik eigenlijk had moeten doen? Als hij even weg was, had ik jou echt... Ja, alleen, ik dacht, als jij nou terugloopt, hij was buiten de deur. Alleen, hij deed net de deur open. Oké, mensen, ik peer hem naar de kaap toe. In ieder geval, holy shit, mensen. We proberen dus... eten te smokkelen in de prison, alleen het ging fout, ik werd gepakt. Dus ik kreeg een waarschuwing, gelukkig, want als ik was opgepakt, oh jongens, dan had ik echt problemen. Moest je wel even achter mij dan had ik gewoon letterlijk, moest ik even al mijn geld, al mijn kleding, alles inleveren. Dus ik heb echt geluk gehad. Ja, SO naar de bewakers, ik ga deze video zien en denken, shit, hij deed wel expres. Maar ja, dat is non-roleplay, dat mogen ze niet weten. In ieder geval, ik denk dat dit wel een hele toffe video was. Het was bijna gelukt, mensen, het was bijna gelukt om eten te smokkelen in de prison. Alleen, ik hoorde dat er heel veel gebeurd is, alleen, ja, like als jullie het nog een keer willen. En misschien gaan we dan proberen met iets anders. Het was bijna gelukt, hij deed net de deur open en toen zag hij het. Ja? Volgende keer moet je gewoon een soort van golden apple smoke. Ja, dit was echt een chaotische opname, jongens. Ik joinde maar random de prison en toen stond ik daar en dan wou ik op gesprek. Dus het was ook een beetje een random opname, het kan een beetje chaotisch zijn. Maar ja, boeien, het was leuk. In ieder geval mensen, was dit de video alweer dan. Bedankt voor het kijken, doe even een like, vergeet zeker niet te abonneren en laat achter wat wij in de prison moeten gaan doen. Het wordt wel steeds gevaarlijker wat we doen, ik wil ze niet opgepakt worden, dus we moeten echt oppassen. Ik heb dus geluk dat ik een beetje een hogere reputatie heb, dat ik niet meteen gejailed word. Je moet echt niet in de prison komen, nee. Daar hebben we echt geluk mee. In ieder geval was dat dan de video, mensen. Dan bedank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Dankjewel.